Hallo, we hebben net een windgenerator gehaald. Het is handig als je je telefoon of je tablet op kan laden. Dat kan je ook doen met de zonnecellen. Maar de wind is er altijd. Dus als de zon niet schijnt, kun je een windgenerator gebruiken. Ik ga hem nu uitpakken. Kijk, een mooi tasje hebben we erbij gekregen. Dit is de doos. Hier zit de generator in. En dit is een klemmetje, dat ga ik straks even vertellen. We gaan eerst de generator uitpakken. Je ziet, hij is net nieuw. Dus het is even zoeken hoe dat allemaal moet. Gaat niet helemaal soepel, maar dat geeft niet. Oh, ik klap zo op. Goed, we hebben hier een mooi tasje. Kijk, die kan je handig even dit sluiten. Kan je handig aan je riem dragen. Mooi tasje. Nou, wat hebben we hier? Een USB-kabeltje. Het apparaat om stroom mee te maken. Dit lijkt op een soort fietsbel. Moet zo ingedraaid worden, denk ik. En we hebben hier de drie wieken. Die moeten hierin passen, denk ik. Het is allemaal nieuwigheid, dus het is steeds nog even passen en meten. Ja, eentje zit. Ik zal even wat dichterbij komen. Dan kun je zien dat er een uitsparingje is. Kun je zien dat er een uitsparingje is waar de wieken in moeten. Even aandrukken. En hij zit. Je ziet het, ik heb de handleiding nog niet eens bekeken, maar het wijst zich vanzelf. De wieken zitten vast en dit gaat zo meteen draaien door de wind. Nou, we hebben hier een stekker. Daar past dit stekkertje in.
ook weer vastdraaien. En in principe is hij klaar. Ik heb hier nog een statiefje. En in wezen zou hij gereed zijn voor gebruik.